Maatschappijleer 2, BB. Hoofdstuk 13. Criminaliteit aanpakken. De overheid kent 6 terreinen waarop ze criminaliteit aanpakken. Deze 6 onderdelen zijn het opsporingsbeleid, het vervolgingsbeleid, het gevangenisbeleid, nieuwe wetgeving, het preventiebeleid en het jeugdbeleid. Er is dus een heel web van richtlijnen en beleid op het gebied van criminaliteit. We gaan deze 6 onderdelen eens wat beter bekijken. Het opsporingsbeleid. Hierbij draait om de vraag welke takken van criminaliteit dienen voorrang te krijgen bij opsporing. Als je bijvoorbeeld veel aandacht besteedt aan het opsporen van computercriminelen, kun je diezelfde tijd niet besteden aan het opsporen van bijvoorbeeld koperdieven. Ook kijkt de overheid hoe ze de pakkans van criminelen kan vergroten. De pakkans is de kans dat de crimineel wordt gearresteerd nadat hij iets strafbaars heeft gedaan. Die pakkans die wordt beïnvloed door de aangiftebereidheid van mensen. Je kunt die vergroten bijvoorbeeld door aangifte doen makkelijker te maken. Bijvoorbeeld via internet. Het heeft te maken met de zichtbaarheid van het delict. Dronkenschap is bijvoorbeeld veel beter zichtbaar dan als jij wordt opgelicht via de computer. En het heeft natuurlijk te maken met de selectiviteit van de opsporingsambtenaar. Een agent moet soms keuzes maken waar hij zijn aandacht aan besteedt. Het vervolgingsbeleid. Hier wordt vooral gekeken van hoe kan efficiënter en misschien ook wel beter. Daarbij kijken ze bijvoorbeeld naar snelrecht voor kleine criminaliteit. Je hebt iets verkeerds gedaan en je komt gelijk voor de rechter en wordt gelijk gestraft. Ook wel lik op stuk beleid genoemd. En dan hebben we nog zero tolerance. Wat wil zeggen dat bijvoorbeeld bij grote evenementen er geen waarschuwingen vooraf worden gegeven, maar als je iets verkeerds doet, gelijk wordt gearresteerd. Het gevangenisbeleid. Het gevangenisbeleid in Nederland is erop gericht om te kijken van of er wel genoeg gevangenissen zijn in Nederland. En mocht er niet genoeg cellen zijn, kunnen er dan meerdere gevangenen in één cel. Momenteel heeft Nederland een cellenoverschot, dus er zijn meer dan genoeg gevangenissen. Je kunt ook kijken naar nieuwe wetgeving, want soms moeten wetten worden aangepast omdat ze te oud zijn, omdat ze niet meer bij deze tijd horen. In andere gevallen moet er gewoon een helemaal nieuwe wet komen. Denk bijvoorbeeld aan de opkomst van internet. Daarvoor bestond illegaal downloaden van muziek helemaal niet. Dus er waren ook geen regels voor. Het preventiebeleid. Het preventiebeleid is gericht op het voorkomen van criminaliteit. Dit komt apart terug in het volgende hoofdstuk. Hoofdstuk 14, preventie. Het jeugdbeleid. Bij jeugdbeleid gaat het er vooral om te voorkomen dat jongeren iets crimineels gaan doen. Voorbeelden hiervan zijn jongeren snelle straffen, zodat ze gelijk voelen dat als je iets doet wat niet mag, dat je daar een straf voor krijgt. Meer banenplannen maken. Jongeren die werken komen minder snel in de problemen. En meer toezicht houden op jongeren. Maar wat vinden politieke partijen nou eigenlijk? Wie kiest voor welke aanpak? Linkse partijen willen graag preventieve maatregelen. Zij kijken dus vooral naar maatregelen om criminaliteit te voorkomen. Als je kijkt naar christelijke partijen, die zeggen van, je moet vooral kijken naar het gezin en normen en waarden. Als het daar goed zit, zul je ook minder snel iets crimineels gaan doen. En rechtse partijen zeggen juist dat vooral een harde straf duidelijk maakt dat criminaliteit niet mag. Omdat een straf altijd achteraf is, noem je dat repressief. En dan hebben we nog terreurbestrijding. Terreurbestrijding heeft heel veel gevolgen gehad voor de Nederlanders. Zo
zijn er nu op het vliegveld veel strengere controles dan eerder. Je mag bijvoorbeeld niet zomaar meer onbeperkt drinken mee het vliegtuig innemen. Ook is er bijvoorbeeld de identificatieplicht gekomen en heeft de politie veel meer bevoegdheden om tegen terrorisme op te treden.